Cruising Research and Development is het grootste wetenschappelijk onderzoeksinstituut van Nederland op het gebied van revalidatietechnologie en telemedicine en is verbonden aan revalidatiecentrum het Roesing in Enschede. Cruising Research and Development onderzoekt en ontwikkelt innovaties en werkt nauw samen met de Universiteit Twente. Daarbij streeft zij er uitdrukkelijk naar om deze innovaties ook daadwerkelijk te implementeren in de zorgpraktijk. Waar het natuurlijk allemaal om draait, is de patiënt weer te helpen te integreren in de maatschappij. En de patiënt en zijn capaciteiten zijn daarbij ons uitgangspunt. Nou, technologie kan daarbij behulpzaam zijn. Het komt erop neer dat wij kennis vanuit wetenschappelijk onderzoek betreffende revalidatietechnologie en telemedicine toe gaan passen in de praktijk. Een voorbeeld hiervan is de technologie die wordt toegepast bij de revalidatie van een verminderde armfunctie, zoals vaak optreedt na CVA ofwel een beroerte. Hierbij zijn voor een optimaal herstel doelgerichte oefeningen nodig met een hoge intensiteit. Deze oefeningen zijn echter niet alleen voor de patiënten intensief, maar ook voor de behandelaars. Daarom ontwikkelen wij revalidatierobots die de patiënt helpen te ondersteunen, maar ook uit te dagen om die oefeningen uit te voeren. En daarmee wordt ook de therapeut weer ontlast. Dat wil niet zeggen dat behandeling door de robot volledig wordt overgenomen. Contact tussen therapeut en patiënt blijft daarbij het belangrijkste. Samen met de Universiteit Twente ontwikkelde Roesing Research and Development de Armeo Boom, een armrobot die oefening van de specifieke armproblemen van CVA-patiënten mogelijk maakt. Wat je wel ziet bij mensen die een beroerte hebben gehad, bij de arm dan, is dat wanneer je ze vraagt om de arm op te tillen, dat je eigenlijk meteen een algehele buiging van de arm ziet. En dat gebeurt automatisch, onwillekeurig. Dus die mensen kunnen niet goed een rijkbeweging uitvoeren bijvoorbeeld. Want daarmee moet je en tegelijk je arm optillen en uitstrekken. Nou, en wat we daar dan mee kunnen doen met revalidatietechnologie is bijvoorbeeld zwaartekrachtcompensatie. En dat is dan het ondersteunen van de arm eigenlijk. En daar hebben we een apparaat voor wat het kan doen. En daarmee hef je eigenlijk dat patroon, dat synergistische patroon, hef je op. Met behulp van door Roesing Research and Development ontwikkelde games kunnen oefeningen aantrekkelijker en betekenisvoller worden gemaakt. Door middel van virtual reality kunnen we serious games maken, of rehab games, waarin mensen op een motiverende manier hun oefeningen kunnen doen. Het gaat ook niet meer om de oefening zelf, maar meer om de punten of het halen van het spelletje. Druk maar op de strip. Op de strip drukken, hand op de strip. Een ander voordeel van revalidatierobots is dat ze nauwkeurige meetgegevens kunnen opleveren. Dat is behulpzaam voor de therapeut en de behandelaars om voortgang in de therapie van de patiënt te kunnen evalueren. Maar het levert ons als wetenschappers ook weer informatie op om de therapie te verbeteren. Met deze gegevens kan de techniek steeds verder worden verfijnd. Elektrostimulatie bij een verminderde handfunctie is hier een voorbeeld van. Door de vergrijzing zijn er steeds meer patiënten tegenover relatief steeds minder zorgverleners. Cliënten hebben de wens om steeds langer zelfstandig te blijven wonen en de wachtlijsten voor intramurale zorg stijgen. Door deze ontwikkelingen zullen de kosten in de zorg alleen maar toenemen. Aan dat probleem kun je werken door middel van telemedicine diensten, waarbij het mogelijk blijft dat patiënten thuis wonen en toch een behandeling op afstand krijgen. Wat je je voor moet stellen bij telemedicine is dat de patiënt thuis zijn revalidatiebehandeling geniet, daarbij op afstand gesuperviseerd door de zorgprofessional. Dus de zorgprofessional die selecteert uit een grote database van oefeningen de voor de patiënt geschikte oefeningen. Waarbij de patiënt kan inloggen, dan ziet hij zijn op maat gemaakte oefenprogramma en kan hij zijn oefeningen doen. Een ander onderdeel van telemedicine is de lifestyle coaching, waarbij de revalidant wordt gecoacht op verschillende onderdelen van een gezonde levensstijl, zoals voldoende activiteit en beweging. Dus wat wij doen is door middel van een sensor, zo groot als een luciferdoosje, activiteiten meten van mensen. En mensen krijgen dan op hun smartphone inzicht in of zij hun activiteiten doel gehaald hebben en of zij in welke richting ze daarbij moeten stellen en een aantal concrete tips hoe dat ze doen. Een ander voorbeeld van telemedicine is de monitoring en alarmering. En daarmee bedoelen wij eigenlijk dat je ziektespecifieke gezondheidsmaten of klachten van een patiënt heel frequent meet. En op het moment dat het over een bepaalde grens gaat, dan wordt de patiënt gealarmeerd dan wel de zorgprofessional. De conditiecoach verenigt deze telemedicine onderdelen en zorgt op basis van verzamelde gegevens voor een op de patiënt toegesneden revalidatieprogramma. Het voordeel van de conditiecoach voor de mensen is dat zij volledig zelf aan hun eigen herstel kunnen werken. De patiënt hoeft ten eerste niet te reizen naar de zorginstelling en kan thuis oefenen.
De patiënt kan ook oefenen op het moment dat het hem het beste uitkomt. Dus of hij dat nou 's morgens vroeg doet of 's middags of diep in de nacht, dat maakt in feite niet uit. Dus daarvoor is hij niet gebonden aan het uurtje of het halve uurtje dat de therapeut ter beschikking heeft. De patiënt kan daar ook veel meer oefenen, wat de kwaliteit ten goede komt. En het grote voordeel is ook dat de patiënt veel meer zelfverantwoordelijk wordt voor het oefenen. Samen met het bedrijfsleven implementeert Roosing Research and Development de resultaten van onderzoek in de zorgpraktijk. Linkervoet voor. Zo wordt de Armeo Boom bijvoorbeeld al in een kwart van de revalidatiecentra in Nederland gebruikt. Wij werken graag samen met bedrijven. We hebben een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een nieuwe protheseknie voor een internationale firma. In de regio samenwerking met een bedrijf die een rolstoel ontwikkelt waarbij schouderbelasting lager wordt. En buiten de revalidatie, maar meer voor de sport, zijn we bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuw soort hardloopschoen samen met een bedrijf. Waar onze passie ligt, is niet alleen de technologie, maar is ook niet alleen de zorg. Waar de passie ligt, is de zorg te verbinden met de technologie. En daarmee nieuwe ontwikkelingen plaats te kunnen laten vinden waarbij die patiënt uiteindelijk geholpen is. Roosing Research and Development ontwikkelt, samen met haar partners, wetenschappelijke kennis met grote relevantie. Voor nu en voor de toekomst.